Er gaat niets boven een origineel kunstwerk. Toch doet Lieselore Tisse onderzoek naar het gebruik van 3D-reproducties. Volgens de Leidse onderzoeker biedt het nieuwe kansen. Doordat je een werk kan 3D scannen, kun je bijvoorbeeld ook de kleuren ervan weghalen, waardoor je veel meer informatie op het oppervlak kan krijgen. Dus je kan veel beter zien hoe de verf is veranderd of er schade is toegebracht. En hoe de schilder of de kunstenaar te werk is gegaan. In Museum de Lakenhal worden twee moderne doeken van Theo van Doesburg gescand. It's a laser scanner and it is capturing right now every detail in the surface of the painting, from the brush strokes to the craquelure or any element that is present as a topographical characteristic. It is captured by the scanner. Then my colleague will be doing the recording of the color, and then what we do is we register the layer of color on top of the layer of relief. Once we have this information, it is possible to create a 3D reproduction of the painting that will end up being like an exact facsimile of the original. Ja, het is een heel interessant onderzoek en het vertelt ons natuurlijk heel veel over. Voor Museum de Lakenhal is het onderzoek naar 3D-reproducties ook interessant. Je krijgt straks één op één zo'n schilderij weer in je hand van ander materiaal, maar wat je aan mag raken, waar je dus echt die verfstructuur, die huid, dingen die er echt letterlijk in het echte schilderij, het authentieke schilderij zitten, dat je die aan mag raken. De vraag is of 3D-reproducties originele kunstwerken niet overbodig maken. Het origineel zal altijd de basis moeten zijn voor verdere reproducties die er ontstaan. Dus absoluut hebben we het origineel ook nog nodig. Maar ik denk dat we met dit soort 3D-prints een veel gevarieerdere en veel bredere manier van naar dat ene kunstwerk kijken kunnen creëren.